Op de eerste maandag in januari is het gemeentehuis in Beesterswaag vaak het decor van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar niet. En we weten ook allemaal waarom. Als alternatief hebben we dit jaar een nieuwjaarsgesprek met burgemeester Ellen van Zijl. Burgemeester, laat ik eens beginnen met u een gelukkig en vooral gezond 2021 te wensen. Ja, meneer Waringen, ook voor u een heel gelukkig en gezond 2021. En ik ga dan hierna beste Arend zeggen tegen je. Helemaal goed. Ik wil ook graag al onze inwoners, de ondernemers, de mensen in de dorpen, alle mensen die wij normaal gesproken op straat gelukkig nieuwjaar wensen of op onze nieuwjaarsreceptie, wil ik nu via dit beeld een heel gelukkig en vooral gezond 2021 toewensen. En ik hoop dat we in het nieuwe jaar elkaar weer vaak zullen ontmoeten. Het was een gekke jaarwisseling, vond ik. Vond u het ook? Ja. Ja, het was een jaarwisseling waar we heel lang naartoe hebben geleefd en waar we enorm veel voorbereidingen aan hebben gehad. Eigenlijk vanaf het moment dat we in de gaten kregen van nou, dit wordt niet een jaarwisseling die we gewoon op straat kunnen vieren, zijn we al met voorbereidingen gestart. Dus dat maakte dat we er echt enorm naartoe zijn geleefd. Was het spannend vooraf hoe het zou gaan lopen? Ja, vond ik wel. En dat was eigenlijk de laatste weken niet meer zo spannend. Maar vooral zeg maar in november, oktober, november, toen we eigenlijk niet goed wisten van hoe zou het eruit gaan zien? Wat zouden de op dat moment de coronamaatregelen zijn? En wat kunnen wij als gemeente doen om te zorgen dat we een fijne jaarwisseling hebben? Toen het een complete lockdown werd, werd het eigenlijk alleen maar makkelijker? Nee, maar toen wisten we wel waar we aan toe waren. Ja. Want dat is, dus zeg maar, we hebben in natuurlijk in Fries verband heel goed met elkaar overlegd van maken we afspraken dat we het overal hetzelfde doen in Friesland. Ik heb in de VNG-verband, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ook gesproken met mensen van is het nodig dat we op elke gemeente, in elke gemeente hetzelfde doen. En uiteindelijk hebben we wat we ieder jaar al doen, hebben we een integraal draaiboek voor de jaarwisseling gemaakt, waarin wij de gemeente, de brandweer en de politie afspraken maken van als er iets gebeurt tijdens Oud en Nieuw, van hoe gaan we dat dan oppakken, wat hebben prioriteiten, wie worden er dan ingezet. Nou, dat was dus, dat hebben we afgesproken en dan ontrolt zich Oud en Nieuw. En wat natuurlijk niet verboden was, was karbidschieten. Ja. Dus ik ben overdag nog... Bij kabitbussen geweest kijken. Ja, ik ben uiteindelijk bij één boerenbedrijf geweest, die het heel leuk in Lippenhuizen, die een heel mooie opstelling had. En daar ben ik nog heel even wezen kijken. En voor de rest begreep ik dat wij... wat natuurlijk niet kon, is het hele feestgebeuren eromheen. En ik was normaal gesproken, ga ik ieder jaar naar het kabit schieten kijken. En altijd even naar Bakkeveen, altijd even naar Ter Wispel. En in Friese Palen. En dus ik probeer daar toch even te kijken. En wat natuurlijk leuk is daar, dat ik daar ieder jaar ontzettend veel mensen tref. En dat die elkaar ook treffen. Yeah. En daarvan hebben we gezegd, dat kan natuurlijk geen sprake van dat dat door kan gaan. Maar dat was misschien ook wel het spannende, deze oudjaarsdag, oudjaarsavond. Van hoe gaat die jeugd zich gedragen? Hoe is het gegaan, uiteindelijk? Ja, dat is eigenlijk prima verlopen. Want wij hebben ook, ik zit even te aarzelen wat ik al eerst zal zeggen. Wat wij hadden gedaan is, wij hadden voor de nacht extra mensen van een beveiligingsbedrijf ingehuurd. Zodat die wat rond konden rijden door Opsterland en konden helpen waar nodig was. En ook signaleren waar problemen waren. En wat zij teruggaven was van, het viel ons op dat mensen zo goed aanspreekbaar waren. Okay. En dat is natuurlijk niet onze verdienste of wie dan ook, maar dat is wel hoe de sfeer was. Dus uiteindelijk kan je zeggen, met dat karbidschieten is de bedoeling was dat dat met twee mensen gebeurde. Nou, dat is in de meeste gevallen ook gebeurd. En dat mocht met daglicht, dus tot 5 uur, 6 uur ongeveer. Nou, dat is ook, hier en daar moesten we even wat bijgestuurd worden. Maar dat is allemaal prima verlopen. Echt grote ingrepen zijn niet nodig geweest. Nee. Nou, en ik ben daar ook, en dat past mij ook, dat doe ik ieder jaar trouwens. Het is een enorme operatie. Ik ben ook, zeg maar, zelf ga ik dan 's avonds, net voor de jaarwisseling, nog even naar het politiebureau in Drachten. Want dan krijgen de mensen de briefing. En dit jaar was er gewoon 2-3 keer zoveel mensen als dat ik er normaal aantref.
Ja, en die zijn gewoon goed voorbereid die, om het gesprek aan te gaan, om mensen te begrenzen als het nodig is. Ja, dat is gewoon heel goed gegaan daar. En een aantal brandjes en vernielingen, is dat is ook allemaal binnen de perken gebleven? Nou ja, er is wel een aantal brandjes geweest. Ik heb vandaag gehoord dat dat niet meer is dan dat normaal. Ja, normaal kan je daar ook wel een beetje aan ergeren natuurlijk, dat er brandstichtingen zijn. Maar in Opsteland valt het relatief gezien altijd mee. Nou, en dit jaar was het ongeveer hetzelfde beeld of iets minder. In aanloop naar de oud en nieuw, naar de jaarwisseling toe, hadden we wel wat meer te maken met vandalisme en vernielingen. En nou ja, goed, dat wijt ik eigenlijk ook aan gewoon verveling. En dat, ja, vakanties en niks te doen. En vuurwerkgebruik. Ja, maar dat is allemaal, er is heel veel illegaal vuurwerk opgespoord en opgepakt, maar in beslag genomen. Niet eens, gedeeltelijk wel trouwens in onze gemeente, maar ook wel in Smallengeland. Maar er is natuurlijk wel wat. Ik heb van collega's van u ook al gehoord, die zeiden, nou, het vuurwerkverbod wat er was, dat is goed bevallen. Wat ons betreft blijft dat zo. Zit u ook in diezelfde gedachtegang? Ja, wat ik vind, is wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, is ik ben een enorme voorstander van om georganiseerde dorpsvuurwerken te organiseren, om te houden. Dus dat er in een dorp, dat zie je ook steeds meer, in Gorredijk gebeurt dat, in Beetsenzwaag gebeurt dat, in ik geloof in Friese Palen ook, dat ze met elkaar geld bij elkaar leggen en een kleine ondersteuning van de gemeente krijgen om het te organiseren en dat er dan op één plek vuurwerk afgestoken wordt. En dat vind ik een mooie manier van oud en nieuw vieren. En ik kan mij voorstellen, dat zou mogelijk moeten blijven. Nou ja, dat denk ik wel. Ja. Dat gewoon goed zou zijn als dat wel. Maar ik kan mij wel voorstellen, als je ziet hoeveel minder ongelukken er gebeuren en gebeurd zijn. Dat wel pleit voor een vuurwerkverbod. Ja, begrijp ik. We zullen zien hoe dat verder ontwikkelt. We gaan straks even vooruitkijken naar het nieuwe jaar waaraan we zijn begonnen. Maar we gaan ook even terugkijken op 2020. En ja, dan is er eigenlijk één centraal onderwerp waar we niet onderuit kunnen. Dat is het corona-verhaal. 10 maart was Opsteland ineens provinciaal nieuws, want we hadden hier de primeur van de eerste Friese besmetting. Wat voor dag was dat? Ja, dat was inderdaad, eigenlijk begon het voor mij al op 9 maart. Want helemaal aan het eind, op 9 maart, dat was op een maandag, kreeg ik het telefoontje dat de eerste besmetting in Opsteland was geconstateerd. En wij hadden in Friesland draaiboeken klaar liggen voor als er ergens het eerste Friese coronageval werd geconstateerd, dan trad dat draaiboek in werking. En daar hoorde bij dat in de gemeente waar het zou zijn, dat er een persconferentie zou zijn. Nou, ik werd dus gebeld van gefeliciteerd natuurlijk, maar wel van, het is bij jou in de gemeente. Bingo. Ja, bingo. En dan ontrolt zich eigenlijk dat draaiboek. En dat hield in mijn geval in dat ik, er was een raadsvergadering. En daarvoor heb ik nog een oorkonde uitgereikt aan de vinder van het eerste kievitei in Opsteland. En daarna de raadsvergadering, die had een aantal schorsingen. En in die schorsingen belde ik dan met de GGD om te horen van, is er nog nieuws en waar moet ik ongeveer rekening mee houden? En daarna naar die raadsvergadering. Het was een beetje een rare, gespleten avond. En na afloop heb ik nog met mijn collega's overleg gehad. Hè? En wat natuurlijk eigenlijk gelukkig was, is dat de mensen die het betrof niet heel erg ziek waren. En die dinsdag, heb ik ook mogen zeggen in de persconferentie. En die dinsdag was dus die persconferentie. Ja. En dat is dan eigenlijk, dat was goed voorbereid. En we wisten wat we gingen doen. De GGD wist wat zij moesten gaan zeggen. Het was allemaal van tevoren eigenlijk goed doorgesproken. Daar komt op neer. Ja. Had u toen enig idee wat daarna nog zou volgen dit jaar? Nou nee, het is, toen zeiden wij ook in het college alles tegen elkaar van, nou, dit zou wel eens lang kunnen gaan duren. En toen dachten we van, nou ja, zouden we tot april of zo, of tot mei. En eigenlijk hadden we toen geen idee, net zoals niemand waarschijnlijk, dat het zo'n stempel zou gaan drukken. En dat is natuurlijk wel echt gebeurd. Dat er zoveel ontwikkelingen zijn geweest als je terugkijkt. Ja. Want hoe groot is de stempel geweest op de Opstelandse samenleving?
Ja, ik denk dat die groot is geweest. Wij hebben toen het één keer zover was en wij de eerste golf hadden, hebben wij hier bij de gemeente tegen elkaar gezegd, wij gaan vanaf nu over twee lijnen werken. De ene is dat onze gemeentelijke dienstverlening, die moet gecontinueerd blijven. Dus wij moeten blijven doen wat wij altijd deden en zorgen dat de inwoners een beroep op ons kunnen blijven doen. En het tweede is dat wij contact willen hebben met onze samenleving. Van hoe is het met onze ondernemers, met de sportvereniging, met de jongeren, met de ouderen, met de scholen, met de kinderopvang, met de sportscholen, met de scans, met iedereen. Hoe gaat het ermee? En dat is goed gelukt, om dat contact onderhouden? Ja, ik denk dat wij hebben tegen elkaar gezegd, er is een kernteam ingericht hier, die eerst dagelijks en op een gegeven moment twee keer in de week en daarna wekelijks bij elkaar kwam, die dat allemaal coördineerde. En wij overlegden heel veel, wij hadden onderwerpen verdeeld. En wat wij hebben gedaan is, wij hebben voortgeborduurd op contacten die wij al hebben met alle mensen in Opsterland. Dus de Vereniging voor Plaatselijk Belang, die hebben we gebeld. We hebben ondernemers gebeld. Via Economische Zaken zijn er heel veel contacten gelegd. Alle wethouders hebben, en ikzelf hebben ook veel telefoontjes gepleegd. Dus wij hebben, zeg maar, we hebben gezegd wat onze belangrijkste inzet is, dat wij met iedereen spreken. En dat wij weten waar we kunnen ondersteunen en helpen. Want hoe kun je ondersteunen? Want ik bedoel, er werd landelijk natuurlijk veel gedaan. Ja, vanuit de gemeentelijke potten kun je niet heel veel. Is het vooral veel luisteren, oor bieden, meedenken? Ja, dat. Dus meedenken. En wij hebben gezegd, er zijn voor ons wat belangrijk is dat we kijken wat wel kan. Dus als mensen of ondernemers oplossingen hadden voor iets, dan hebben we gekeken, is dit een oplossing die past binnen de regels? En zijn er andere ondernemers die hiervan kunnen leren? En dat hebben wij steeds gedaan. En het andere is, we hebben een beroep gedaan op medewerking van mensen. Dus we hebben gevraagd, kijk, in Nederland ging natuurlijk rondzingen van hoe gaan wij dit allemaal handhaven, al die regels. En ik ben daar ook door een televisieprogramma, heeft mij er ook over benaderd, om te vertellen van, ja, hoe doet u dat op het platteland, dat handhaven? En, groot platteland, weinig handhavers. Ja, precies. Dus ja. Dat betekent eigenlijk dat je alleen maar dat kan doen als iedereen zich ervoor inzet en iedereen daar ook het nut van inziet. Dus dat hebben wij gedaan. We hebben een beroep gedaan op de inspanning van mensen om dat corona buiten de deur te houden. En dan gaat het mij eerlijk gezegd natuurlijk om het handhaven, om het naleven en handhaven van de richtlijnen die wij van de Rijksoverheid kregen. Maar belangrijker is nog dat wij hier met elkaar dat coronavirus serieus nemen en ook kijken van hoe kunnen wij het hier nu goed voor elkaar krijgen. En die oproep aan de bevolking, die is goed geland, daar is goed naar geluisterd, ja. Heeft u het idee? Ja, ik ben daar echt, zeg ik voluit, daar ben ik echt... Dat is heel duidelijk inderdaad. Ja, ja, ik ben daar echt ook heel blij mee. Ik ben er ook een beetje trots op, eerlijk gezegd. En het is ook verdienste van de mensen om daar... En wat blijkt, is dat wij ook de netwerken die wij hebben in het dorp en in onze gemeente, die zijn gewoon van belang. Dat, dus. Want hoe is het werk van een burgemeester veranderd in zo'n jaar? Want u heeft dingen moeten doen die u anders niet deed. En misschien dingen die u anders wel deed, konden nu niet. Nou, dat is echt enorm veranderd. Kijk, waar iedereen mee te maken had, was natuurlijk dat je allemaal thuis gaat zitten vergaderen. De Zoom. De Zoom-vergaderingen en de Teams en alles wat er is. En je leert daar ook in heel erg. Hè. Dat zal iedereen overkomen zijn. Maar ik dacht op een gegeven moment ook van, als het donker wordt, dan ben ik bijna niet meer te zien. Dus mijn licht was bijvoorbeeld niet goed thuis. Dus ik heb nu, het heeft vrij lang geduurd, maar ik heb nu sinds de kerstvakantie heeft mijn man een nieuw licht geïnstalleerd op mijn kamer. Dus ik ben nu ook zichtbaar als ik thuis moet werken. Okay. Als het 's avonds was. Maar het is maar dat is even aan de praktische kant. En daar hebben we ook heel veel van geleerd. Daar heeft onze organisatie ook heel veel van geleerd. Onze gemeenteraad heeft enorm daarvan geleerd. Dus misschien ook nog wel aardig om iets over te zeggen. Maar mijn werk, er is heel veel bijgekomen.
En dat we overleggen in één keer per week met alle Friese burgemeesters. Ik zit in het bestuur van de VNG, dus in VNG-verband hebben we ook nog steeds trouwens wekelijks overleg met van hoe gaat het in Nederland en hoe gaan we het doen. Dus dat is er allemaal bijgekomen. En wat ik heel erg bang voor was, of wat ik een risico vond, is dat ik het contact met de inwoners zou verliezen. Yeah. Dus ik heb heel erg gezocht vanaf het begin naar manieren van hoe kan ik toch contact blijven houden. En hoe is dat gelukt? Ja, ik heb in de de jubilea, die heb ik bij heel veel mensen op de oprit gevierd. Hè. Dan dacht ik van ja, ik kan niet naar binnen. Nee. Maar dan belden we van tevoren van is het goed als ik wel eventjes, heel eventjes kom. En als het kunnen we dan even een stoel buiten zetten. Dus dat is in een aantal gevallen gebeurd. Ik heb bij bijvoorbeeld mijn naturalisaties ben ik ook langs geweest om wel even een cadeautje te brengen van mensen die nieuwe Nederlander werden. Lintjesregen is doorgegaan. En ik noem ook trouwens op een goede manier zijn we eerst bij mensen langs huis geweest. En later hebben we het hier op afstand ook die koninklijke onderscheidingen uit kunnen reiken. En dat zijn de wat ceremoniële dingen. Die zijn wel doorgegaan. Het was natuurlijk makkelijk om te zeggen van ja, dat zeggen we af. Nu heb ik dat trouwens wel even stilgezet. Omdat het, nu is het zo onvoorspelbaar en het weer werkt ook niet zo erg mee. Nee. Maar in die tijd heb ik dat wel gedaan. En wat ik heel erg miste, is dat als er ergens iets is, hè, een muziekavond of een Ipolofspul of een markt of dat ergens een winkeltje, ja, daar kom je allemaal niet meer. Om daarbij te zijn, nee, dat mist allemaal. Ja. En hoe gaat het op zo'n gemeentehuis? Want jullie werken veel mogelijk vanuit huis en die moeten allemaal, maar er moeten wel dingen allemaal geregeld worden. Beleidontwikkelingen gaat door, ambitieus college, wil van alles. Treedt daar ook allerlei vertragingen in op? Of lukt het toch wel om met alle beperkingen om dat zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan? Avonden met informatie, avonden met burgers, alles is ingewikkeld. Ja, ja, wij hebben, het is wel heel erg goed hoe dat gelukt is, vind ik. Kijk, ik heb ook wel veel bewondering voor hoe medewerkers dat gedaan hebben, want heel veel ambtelijke medewerkers moeten nu thuis zitten. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen thuissituatie. Zitten ook met kinderen die ook onderwijs moeten hebben. En normaal is dat wat meer gescheiden. Dus alles werd nu in elkaar gevlochten. Dus die hebben heel ander werk gekregen. Handhavers en toezichthouders, die zijn juist veel meer op straat. En ook onze buitendienst. Want die houden in de gaten dat onze nu zo kostbare buitenruimte, hè, want dan kom je nu eigenlijk helemaal pas achter hoe fijn we het hier hebben, omdat we zo goed naar buiten kunnen. Ja, dat houden zij allemaal bij en en schoon en netjes, maar ook dus dat die inhoud van dat werk is wat veranderd. En hier op het gemeentehuis, ja, kwamen we er op een gegeven moment achter dat het ook wel goed is om af en toe elkaar weer even te zien. Ja. Ja, en dat kan dan niet. Nee. En dus daar moest wel steeds wat op verzonnen worden. Ja. In 2020 stonden er verder natuurlijk nog een aantal grote dingen op de agenda die ook allemaal of niet doorgingen of juist wel doorgingen. Maar een van de dingen, vorig jaar rond deze tijd, was er nog een uitgebreid programma gedacht, 75 jaar bevrijding. Ja, er is weinig van terechtgekomen. Hoe jammer was dat? Ja, jammer. Echt. Bij mijn herinstallatie ook gezegd van Opsteland is heel goed in herdenken en ook om dingen te vieren. En dit was een van de 75 jaar bevrijding, hadden wij mooie plannen voor. Aan de andere kant prijs ik me wel gelukkig dat er twee dingen wel zijn doorgegaan. En dat ene is natuurlijk een prachtige krant, die gemaakt is door een bevrijdingskrant, die jij zelf hebt samengesteld, waarvan ik echt denk van dat is een prachtige krant met verhalen. Hè? Want wij komen er steeds meer achter dat de terugblik op de oorlog en het herdenken van de vrijheid, dat door verhalen moet gebeuren, door verhalen van hoe het toen was en ook verhalen hoe we het nu beleven. Ja, die heb jij gemaakt en gebundeld en ik denk daar ben ik echt ook blij mee. Ja. En het tweede is dat wij ook dat project van Daan Rozengaarde, dat Levenslicht, hebben gedaan. Dat was een project ter herdenking van de Holocaust. Die hadden we allemaal stenen die met een soort
verf waren bestreken. Ik zeg het maar even wat huiselijk, maar dat is, was allemaal heel artistiek verantwoord. Was dat, ik wou net zeggen, dat zou meneer Rozengaarde wel anders omschrijven, denk ja, ik. Ja, maar dat was eigenlijk een bewegend monument. En dat hebben wij hier in de dorpen, hebben we in Gorredijk hebben we dat geopend. Dat was een ronde met witte stenen waarop een soort licht zat, waardoor het blauw oplichtte. En dat ging langzaam op en neer als de hartslag van een mens. En dat was ter herdenking aan de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog in de Joodse gemeenschap zijn gevallen. Ja, dat vond ik indrukwekkend. En dat is steeds. Er is een aantal van die herdenkingen georganiseerd. In Bakkeveen, in Ureterp en in Beetse Zwaag later, onder leiding van raadsleden die daar een kleine viering omheen hebben gedaan. En ik ben blij dat dat door is gegaan. Zijn er, worden er nog projecten doorgeschoven naar 21 trouwens? Of is het meeste nu gewoon, ja, jammer, maar we kijken over 5 jaar. Nou, dat zou kunnen. Maar wat wij van plan waren, was nog in dorpen vrijheidsmaaltijden organiseren. En dat, dat is nu niet speciaal aan een tijdstip gebonden. Maar wij hebben het on hold gezet en nog niet verder gekeken. En we weten nu ook nog niet hoe het in april Nee, als het kan in april, dan gaan we het doen. Ja. Maar als het niet kan, dan doen we het niet. Ja. Een ander groot bestuurlijk dingetje in ieder geval vorig jaar was de regio-deal. Ja. De burger zal niet direct dat nog zien, daar de effecten van. Kunt u nou eens uitleggen wat nu het grote succes van die regio-deal is en wat we daar straks van gaan merken? Ja, de Rijksoverheid die is bereid om in gebieden zoals dat van ons te investeren, om er veel geld voor in te investeren. Daar moesten we een aanvraag voor doen. En de bedoeling was daarvan dat je een plan indient met meerdere gemeenten of overheden samen, waarin je beschrijft wat extra geld vanuit de overheid zou kunnen helpen om je gebied leefbaar te maken. Het is vooral gericht op leefbaarheid. Ja, het is vooral gericht op leefbaarheid. En wij hebben daar vanuit de P10 mee te maken, het netwerk van grote plattelandsgemeenten. Maar ons gebied is bij uitstek een gebied waar dat geld voor bedoeld was. En dan heb ik ons gebied, daar heb ik het dan over Zuidoost-Friesland. En daar hebben Opsterland, Oost-Stellingwerf, West-Stellingwerf, Smallingenland en Heerenveen, die hebben samen met het Wetterskip en de provincie hebben die een projectplan ontwikkeld. En dat erop gericht is om de dorpen weer levendig en vitaal te maken. En dat, nou ja, daar hebben wij en enerzijds en anderzijds om ook het landschap weer in ere te stellen. Want we zijn erachter gekomen dat het verhaal van Zuidoost-Friesland, dat het eigenlijk een heel mooi verhaal is. Zeker. Dat die turfwinning die hier, zeg maar, waardoor het landschap hier met mensenhanden is gevormd, iets heel moois is, waar we ook gebruik van kunnen maken in de nieuwe energietransitie waar we voor staan. Het Rijk heeft daar 30 miljoen voor beschikbaar gesteld, voor het hele gebied. En de gemeenten leggen daar samen ook 30 miljoen bij, ongeveer toch? Dat zou mooi zijn. Wij hadden wel 25 aangevraagd, maar het Rijk legt 15 miljoen ter beschikking. Wij hebben zelf... Ik was te optimistisch. Ja, ook 15 miljoen. Ja. Dus wij hebben 30 samen, miljoen. Samen 30. Ja. Zo was het. Ja, en zijn er voorbeeldprojecten, waar gaat gaan we daar in 2021 al iets van zien? Ja. Of wat dat laat? Wat gaan we in 2021 zien? Nou, in 2021 is de bedoeling dat in Bakkeveen, dat daar zeg maar de Brink, daar is een plan voor, de Brink opgeknapt wordt. En het tweede is dat zeg maar een van de ook historisch belangrijkste dorpen in ons gebied is Gorredijk. Dus wij willen ook in Gorredijk zorgen dat daarin alle initiatieven die daar nu lopen om het dorp leefbaar en vitaal te maken, dat die ook een extra impuls krijgen met dat geld. En daar wordt aan. De vraag is of dat precies allemaal in 2021 van de grond komt. Ja. Maar dat in. Dus dat gaan we zien. Maar wij hebben ook geleerd, en dat is ook het leuke van die regio-deal, dat we nu ook heel erg regionaal aan het denken zijn. Dus bijvoorbeeld ook bij Oranjewoud, daar is het Wetterskip met een programma bezig om de water vasthouden tegen droogte, om dat te verbeteren. Ja, dat is eigenlijk ook iets, dat is wel niet binnen onze gemeentegrenzen, maar dat is wel profijtelijk voor ons hele gebied, dus ook voor ons. Is dat ook een succes van de regio-deal, dat we wat meer over de gemeentegrenzen heen kijken? Ja, in mijn ogen wel. Als gebied? Ja.
Oké. Okay. De revendeal was ook een ontwerp in een van de andere, misschien wel hoogtepunten voor u afgelopen jaar, het koninklijk bezoek. Ja. Hoe bijzonder was dat? Nou ja, dat was wel heel erg leuk. Het was wel echt heel bijzonder. Het koninklijke paar dat legt regiobezoeken uit af en toe. En dit keer hadden ze dus Zuidoost-Friesland uitgekozen. En zij wilden graag iets zien van de agrarische sector. Dus zij zijn bij kaasboerderij De Delen op visite geweest. Maar toen hebben wij als regio ook aandacht gevraagd voor het verhaal van die regio-deal. En dan eigenlijk, natuurlijk is het leuk om tegen de koning en de koningin te vertellen van hoe je dat geld gaat besteden. Maar wat we eigenlijk vooral hebben besproken met hen is van hoe ons gebied, waarom dat nou zo'n leuk gebied is. En eigenlijk, we hebben tegen hun gezegd, meestal als u naar Leeuwarden gaat, dan vanaf Zwolle, dan rij je gewoon keihard over de snelweg door. En dan denk je van, oh, dit was Zuidoost-Friesland. Ja. Maar wat wij hebben geleerd in die regio-deal is dat je eigenlijk van oost naar west moet kijken. Want dan zie je hoe het landschap is gevormd. Dan zie je ook hoe het Drents Plateau afloopt. Dan kun je het Koningsdiep volgen. En dan zie je ook wat de vervening heeft gedaan. Dat kan straks ook mooi vanaf die trein die er ooit nog eens gaat komen. Misschien zo van oost naar west. Ja. Nee, zeker. Maar dat is ook een goed onderwerp voor 2021. Die heb je al te pakken, die lelielijn. Ja. Dat wordt ook nog een heel discussiepunt. Maar het koninklijk bezoek was een groot succes. En ook onderdeel van dat bezoek was weer het verhaal Wijnwoude. Want dat is ook is ook een groot subsidiebedrag voor binnengehaald om dat verder te gaan ontwikkelen. Wat is de kracht van dat onderwerp? Ja, dat is Wijnwoude is in staat gebleken om een grote subsidie in de pilot aardgrasvrije wijken binnen te halen. Daar verdienen ze echt een groot compliment voor. Dat is van belang voor de energietransitie in Opseland. Maar eigenlijk ook voor het hele platteland. Want het moet echt een proeftuin worden. Hè? Ja, het is een proeftuin. Ja. Waar dus veel ontwikkelingen beproefd worden. Ja. Waar andere gemeenten weer hun voordeel mee kunnen. En daar was een pot voor in Den Haag beschikbaar. Waar zeg maar talloze gemeenten op in hebben geschreven. En waar een beperkt aantal is gehonoreerd. En ik ben heel erg blij dat daar ook van ons bij zit natuurlijk. Maar ook dat plattelandsonderwerp erbij zit. Want dat voorstel heeft echt een plattelandskarakter. En vanuit het ministerie is zowel tegen Wijnwoude als tegen ons gezegd van dit voorstel, dat is echt met vlag en wimpel geslaagd. Of ze zeiden dat is echt cum laude geslaagd. Dus het was, we verwachten daar gewoon veel van. We staan natuurlijk nog aan het begin van hoe dat eruit gaat zien. Maar gaat nog veel gebeuren. Ja. En dan tot slot even, als we het over hoogtepuntjes van 2020 hebben. Voor uzelf zal het ongetwijfeld ook de herbenoeming zijn. Een tweede periode van 6 jaar, Opsterland. Of dat was een hoogtepuntje, neem ik aan. Was heel mooi. Dus, u heeft veel complimenten gekregen toen. Ja, ik werd er een beetje verlegen van. Maar ik moet zeggen, ik ben er ook heel erg dankbaar voor. Dat ik heb gewoon een prachtige baan. Ik heb je overdenkt dan ook nog eens allemaal van hoe het was toen ik hier 6 jaar geleden kwam. En wie ik aantrof en hoe spannend ik het ook vond en hoeveel zin ik er ook in had. En nu sta ik achter die eerste periode en dan, ik heb toen gekeken van waarom klikt het nou eigenlijk goed in mijn ogen? Hè? En dat is toch ook ik heb daar 5 thema's toen uitgehaald, maar dat ik vind dat het fijn is om hier te werken. De manier waarop wij corona aanpakken, zo pakken we eigenlijk alles aan. Hè? In overleg, ieder doet zijn deel. We spreken af waar we elkaar ontmoeten. En is zo'n tweede periode van 6 jaar dan eigenlijk ook wel nodig om wat in die eerste 6 jaar... Hè, want dan begint u hier nieuw, dus er komen allemaal dingen. Landelijk breed georiënteerd binnen allerlei functies. Is die tweede periode van 6 jaar eigenlijk ook nodig om daar de effecten daadwerkelijk van te gaan zien? Nou, dat kan. Maar ik denk dat dat nu ook al zo is. Hè? Dat er de afgelopen 2-3 jaar ben ik natuurlijk. Of ik ben net ook weer aan een nieuwe periode van 4 jaar begonnen als voorzitter van de P10, van het Verband van Plattelandsgemeenten. Ja, je merkt wel dat het helpt als je wat langer er zit en wat continuïteit brengt en wat thema's kan uitwerken.
Maar de commissaris des Konings hoopt eigenlijk niet dat u die tweede 6 jaar vol zou maken. Begreep ik, hè? Nou, de commissaris die maakte mij ook een groot compliment. En die, ja. Die bedoelde dat ook op die manier. Ja. We zullen zien hoe zich dat ontwikkelt. Ja. 2020 uitgebreid gehad. 2021 is al een dag of 4 onderweg. Als het goed is, hebben we volgend jaar rond deze tijd weer gewoon een traditionele nieuwjaarsreceptie met een toespraak van de burgemeester. Dan kijkt u terug op 2021. Wat hoopt u dan dat u de burgers kunt vertellen van Opstrand? Ja, dat is wel een leuke... Nou, ik hoop dat iedereen gevaccineerd is dan. Ik hoop dat ik kan vertellen dat onze ondernemers toch weer bovenop zijn gekomen. Ik hoop dat we een mooie zomervakantie achter de rug hebben dan. Ik ga er eigenlijk vanuit dat we toch wel onze handen vol houden aan corona. Tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is dat... realiseerde me dat dit het laatste jaar is van deze raadsperiode. Dus we zullen bij ons in het college en met de gemeenteraad... zullen we gewoon heel veel... we hebben enorm veel onderwerpen nog waar we wat mee willen. En ook waar we de afgelopen jaren mee begonnen zijn. Hè? Ik had het net al even met die investeringen in die regio-deal... over die leefbaarheid van de dorpen. Ja, over woningbouw zullen we dan misschien wat zeggen. Zijn we druk mee bezig. Dat post-corona helpt misschien ook wel wat... Hè? Om het wonen op het platteland wat aantrekkelijker te maken. We hebben de wind mee in dat opzicht. Die energietransitie zitten we volop in. Dus daar zijn we ook, verwacht ik ook wel wat over te kunnen zeggen dan... De regie op de inburgering die gaat weer naar de gemeente toe de komende jaar. Dus daar zullen we mee bezig zijn. De omgevingswet zullen we dat spookt al paar jaar. Dat zegt de gewone burger nog helemaal niks. Dat zegt ook niks en dat zijn allemaal bestuurlijke praatjes. Maar ik hoop dat we aan het eind van dit lopende jaar... dat we daar iets over kunnen vertellen. En dat wij... eigenlijk het belangrijkste is dat wij hier de gezondheid goed kunnen houden. Ja. Dus ik zal heel erg blij zijn als wij aan het eind van volgend jaar kunnen zeggen van... mensen, we hebben een heel erg zwaar jaar, hele zware periode met die pandemie weer, achter de rug. Maar het is weer een beetje normaal. Maar het is weer een beetje normaal. En dat hoop ik met name voor onze jongeren. Want ik denk dat die eigenlijk... daar staat mijn antenne het meest op. Dat niet de jongeren het kind van de rekening worden. Want die het enthousiasme om de wereld te ontdekken... om een baan te starten... je leven vorm te geven. Daar willen we zoveel mogelijk aan tegemoet komen. En ook om die reden is het nodig dat dat vaccin er gewoon komt. Goed. Laten we het beste ervan hopen voor 2021. Dank voor het gesprek. Ook bedankt.